Dus als je het hebt over onze positie in de lokale markt. Dus ja, wij zien onszelf graag als enige echte luxe hotel in de stad. Ja. Maar we willen graag dat de Hagenezen ook wat meer bij ons naar binnen komen. Want er is toch wel een drempel. En die zouden we graag. Hè? Dat krijg je met een 5-sterren hotel. Ja, maar goed, ik hoor toch ook heel veel mensen die bijvoorbeeld op Open Monumentendag, dan ben ik er ook. En dan spreek je heel veel mensen en dan krijg je opeens 1000 mensen binnen. Ja, en dan durven ze opeens. Dan durven ze, dan mag het. Ja. En die zeggen, ja, maar ik fiets hier vaak voorbij, maar mag ik hier wel naar binnen? Ja. En dan zeg ik, natuurlijk mag je hier binnen. Je kan gewoon een kopje koffie komen drinken. Maar gewoon binnen om een kop koffie drinken? Ja, natuurlijk. En wat kost dat dan? €12? Nee, zeker niet. Oh. We zijn geen New York. Maar ja, ongeveer €5 of wat dan ook. Nou, dat is nog wel te doen. Als je dan een beetje in die prachtige ambiance, want je koopt niet alleen een koffie, je koopt het hele ervaring. Mensen komen bij ons om iets te vieren, om een totaalervaring. Ja, hotel met allure. Dus het verblijf is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. En als je in je eigen stad in een hotel is ook een beetje raar. Maar hoe zou je... Dat is een leuk idee. Dat ga ik doen volgende winter. In je eigen hotel? Een aanbieding aan de Hagenezen. Oh. Ik heb dat vroeger ook in een ander hotel hier in de stad. Dat ken je wel. Ja, Koerhuis. Hebben we dat ook gedaan. Ja. Een heleboel Hagenaars die vonden dat fantastisch. Ja. Op een dag dat we misschien niet volkomen en zeggen oké. Ik zou even meteen inschrijven. Nou, ze zijn niet ingeschreven in Den Haag, dan ben je niet gekwalificeerd. Dan moet je weer volle pomp betalen. Dat valt best mee. We hebben dus in onze branche heb je dynamische prijzen. Dus net als bij de luchtvaart, moet je zoeken naar die dagen die betaalbaarder zijn dan andere. Ja, oké. Okay. Maar je hebt hierbij aangekondigd, in de zender als Hagenaar. Ergens in de winter volgende jaar mag je iets van ons voor. We gaan het in de gaten houden. Dus